In verband met het nieuw schooljaar brengt ATV u deze week een Terug naar School-serie. In deze eerste editie brengen wij u indrukken van de motivatiesessie voor jongeren die is gehouden in het partijcentrum van de Verenigde Hervormingspartij, de Paramaribo Noord. President Chandrika Prasad Santokhi heeft jongeren gisteren moed ingesproken om zich te blijven scholen en zich te leiden door het maken van de juiste keuzes. Hij herinnerde de aanwezige jongeren eraan dat er zeker een tijd aanbreekt waarin een individu voor zichzelf gaat moeten bepalen. Het is belangrijk dat jongeren nagaan wat er in de gemeenschap gebeurt. Daarvoor zijn verschillende uitdagingen. Dus jongerenonderwijs is bijzonder belangrijk. Door nu al aan te geven hoe Suriname 2060 eruit gaat zien en hier je onderwijs aan te passen. Technische richting, oil en gas, agrarische richting, omdat er voedselschaarste gaat ontstaan, is al begonnen. Voedselschaarste is al begonnen in de wereld. En als je nu al weet 2060, 8 miljard mensen, wat gaan ze altijd nodig hebben? Waarin moet je investeren? Voedselindustrie. En dat is wat we doen. In CARICOM-verband, nu als CARICOM-voorzitter, drie zaken centraal stellen. Food security, energy security en finance. De president zegt verder dat hij het zeer op prijs stelt dat de jongeren tijd hebben vrijgemaakt om de motivatiesessie bij te wonen. Zij hadden ook kunnen kiezen voor andere opties, zoals ontspanning. De motivatie kwam gisteren ook van minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, die de jongeren vooral heeft geïnformeerd over de recente bezigheden van zijn departement op het gebied van jeugdbeleid. Verder sprak de minister over het belang van scholing die nodig is voor een carrière. Morgen moet ik ook van start gaan met mijn studie, omdat ik ook nog steeds bezig ben. Dat ik toch wel ervan bewust ben dat je niet kan stil blijven zitten, maar steeds verder moet gaan met jezelf te ontwikkelen. Als ministerie hebben we ook het concept ontwikkeld van youth power. Dat betekent dat de jongeren in principe de kracht hebben om veranderingen teweeg te brengen. Empower is een acroniem wat staat voor participatie. Wij geloven er heilig in dat jongeren moeten participeren. Niet alleen in het politiek bestel, maar ook in het sociaal-maatschappelijk bestel. En ik denk dan onder andere aan het jeugdkassenproject, wat de Suriname United Youth Organization heeft uitgevoerd. Die ook staat voor ontwikkeling. En dat is waar we vandaag hier voor staan. Want onderwijs maakt deel uit van ontwikkeling. McAndrew merkt op dat jongeren zich ervan bewust moeten zijn dat er mensen in alle sectoren nodig zijn. Maar vooral in de vakscholing. Onderwijs is de sleutel naar ontwikkeling van elke individu, aldus de bewindsman.